Wierskoops, u zit hier ook aan tafel. U bent lector calamiteiten op zee, hè? We gaan met u praten over die olieramp die zich voltrekt in de Golf van Mexico. Twee dingen kunnen er gebeurd zijn. A, de oliemaatschappij vertelt ons niet exact hoeveel eruit stroomt. Of er is iets anders aan de hand, want een kleine vlek van 160 kubieke meter per uur, die zou nooit zo groot kunnen zijn. Yes, this could be one of the most significant oil spills in U.S. history. The size of the spill, the map shows that it is indeed growing. Waar loopt de olie er nu uit? Nou, dat is ook het bijzondere van dit voorval. Het is namelijk op 1500 meter diepte. Die pijp die is van boven is heel breed. En naarmate je dieper komt, wordt die steeds smaller. En elke keer als die pijp dieper komt, gaat men hem eerst met cement aftichten. Zodat als er iets gebeurt en bij het aftichten is waarschijnlijk iets misgegaan. Ja. En is er gas naar boven gekomen en dat is geëxplodeerd. Wat zijn grofweg de beste methode om die olievlek aan te pakken? Nou, hier wordt de olie dus geconcentreerd naar het hoekpunt en daar wordt het afgezogen. Ja. En dit is een opname die bij de Prestige-ramp is gebeurd. En je ziet ook dat het hier vrij dikke olie is die heel moeilijk naar binnen stroomt. Maar dit is het apparaat wat ingezet zou kunnen worden daar ter plekke. Ja, maar mevrouw Slos, we gaan met u praten. We zijn blij dat u er bent. Vereerd ook. U was, zeiden we net, het overbuurmeisje van Anne Frank. Dat was aan het Merwedeplein? Of? We waren beide 11 jaar en we speelden na school altijd op het Merwedeplein. En ze heeft me ook naar haar familie gebracht. Dus heb ik Otto en zijn vrouw en Margot leren kennen. In 1942 ging de familie Frank onderduiken. Daar waren toch ook veel NSB'ers in Holland. Dus je wist nooit hoe zal je verraden. En kinderen zouden misschien erover gesproken hebben. Dus het was alles heel geheim. Zowel de familie Frank als uw familie werd verraden? Ja. Mijn moeder en ik hebben het overleefd, ja. En zijn via omwegen uiteindelijk weer teruggekomen in Nederland. En daar is uw moeder hertrouwd met Otto Frank. Ja, niet meteen. Natuurlijk, omdat eerst hebben we nog gehoopt dat onze familie terugkomt. Maar toen hij hoorde dat zijn meisjes niet terug zouden komen, heeft Mipries, die dat boet gevonden heeft, het hem gegeven. Maar ze zegt ook dat ze wil leven. Als ze sterft, wil ze verder leven. En natuurlijk, Otto wist het niet en niemand wist het dat ze door dat boek zo lang zal verder leven. Maar dat is zeker gelukt niet. Tegelijkertijd had u een geschiedenis meegemaakt in dat verschrikkelijke concentratiekamp waar iedereen maar vermoord werd. Ja. En dat verhaal werd eigenlijk een beetje weggedrukt. Ja, door zeker. Was dat voor u niet ontzettend moeilijk? In het begin wou ik daarover spreken. Niemand wou ervan horen. Dus toen later heb ik het onderdrukt. Dus ik kon eigenlijk niet erover spreken. Maar ik vond het wel soms moeilijk dat altijd is er over Anne gesproken en nooit over mijn eigen lijden eigenlijk. Het was ook een beetje moeilijk soms. Maar ik dacht dan toch, toen ik er later getrouwd was en ik had 3 kinderen, heel prachtige kinderen, 3 meisjes, heb ik gedacht, hoe kan je jaloers zijn op iemand die dat niet alles meegemaakt heeft? Stef Blok. U bent geloof ik nummer 5 op de lijst van de VVD. Maar dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe, want u bent de campagneleider van de VVD. En u zegt ook van, doe eens dit aan of doe eens dat aan, of gaat het zover niet? Nee, kledingadviezen ben ik niet zo. En zegt u van, dit is een goede grap bijvoorbeeld? Als we nou het congres hebben, dan moeten we een paar goede grappen hebben. Als liberalen zitten wij nooit zo zwaar in het leven. Dus er zijn al problemen genoeg en die willen we ook aanpakken. Maar het mag ook wel met een kwikslag. Ja. En u weet, hè, als je links het beheer zou geven over de Sahara, wat er gebeurt. Binnen het kortste keer is het zand op. Bart, jij was er ook, hè? Ja, voor ons. Het congres in Papendal, de parkeerplaats daarnaast. Die grens aan de golfclub daar. Dus toen ik daar stopte met mijn auto, het raam was open, de motor uit, hoorde ik pok. Pok. Een typisch VVD-geluid. Woon jij nog bij jouw moeder? Nee, daar ben ik al 21 jaar. Rutte heeft orde op zaken gesteld. Heeft gezorgd voor stabiliteit en continuïteit in de eigen gelederen. Die fractie luistert weer naar hem. Is er ook een minpuntje te bedenken of is het een grote reclame? Nee, die grapjes van de Sahara, dat doet het goed op een congres van de VVD. Daarbuiten is het wel containerwerk, hoor, eerlijk. Wat klopt er nu eigenlijk van, het is meer dan een gerucht, van de bewering
dat er een afspraak is tussen u en mevrouw Ploemen, die is campagneleider van de Partij van de Arbeid, of in elk geval een afspraak tussen de VVD en de Partij van de Arbeid, dat ze vooral met elkaar in debat willen gaan, de klassieke links-rechts tegenstelling willen aanscherpen. De VVD en de Partij van de Arbeid zijn natuurlijke tegenpolen. De PvdA wil hogere belastingen, grotere overheid, en wij willen meer ruimte voor burgers en bedrijven, lagere belastingen. Dus dat debat zit er wel in. Het CDA is natuurlijk veel minder geprofileerd. Het is gewoon lastiger om mee te debatteren. Cohen is zelf natuurlijk ook altijd een beetje voorzichtig. En dat de heer Cohen helaas niet met premier Balkenende in debat wil. Nou ben ik niet de campagneleider van Cohen. Ik kan mij ook wel voorstellen dat hij ook het gevoel heeft dat het een blaartrekkend saai debat wordt. Als je die twee programma's naast elkaar legt, PvdA en CDA, en kijkt naar concrete keuzes over de economie, toch echt het belangrijkste onderwerp nu. Je vindt ze niet, hoor. Hoe minder Mark Rutte te zien is, hoe beter het met de partij gaat. Ja. Hij was nu in het buitenland. Je bent niet de eerste die opmerking maakt. Maar ja, maar hij klopt ook.